Het kan zijn dat het er nu allemaal iets anders uitziet. Maar we zijn niet thuis. Nee. En we wilden toch de Disney update opnemen. Dus ja, we zijn nu een beetje aan het roeien met de riemen die we hebben. Dus het kan zijn dat de achtergrond nu iets anders is. We zitten nu voor een paarse achter. Een paarse wand. Dus ik wil even kijken of ik dat straks achteraf ook kan kieën, zoals we dat noemen. Zo niet, dan wordt het de paarse update. Precies. Maar nummer 6. Ja, dat betekent dat het nog maar 19 weken is tot we naar Florida gaan. Kleine update vanuit onze kant. We hebben afgelopen week de tickets geboekt. Ja. Dus we kunnen nu echt gaan. Ja, we gaan vliegen met American Airlines. Ja. Uitgevoerd door British. Ja. Dus, daar vertellen we denk ik in een volgende update wel wat meer over. Ja, dat denk ik wel. Dus ik denk misschien dat we daar een aparte video eventjes aan gaan wijden. Dat zullen we zien. Maar voor nu dus een Disney update. Er is best wel veel nieuws weer. Het is best vol volgens mij inderdaad. Ja. Dus dan gaan we weer snel beginnen. We ik zak ook even wat onderuit, anders lijkt ik zo groot. Je bent ook heel groot. We beginnen met de Disney Park cijfers. Disney die heeft zijn laatste kwartaalcijfers weer bekendgemaakt. En ja, ze waren best goed moet ik zeggen. Het laatste kwartaal hebben de parken en resorts gezamenlijk een opbrengst gehad van $3900 miljoen. Dat is een 4% stijging ten opzichte van de vorige, van het vorige kwartaal. Met 3900 miljoen per kwartaal? Ja. Kom op. En ze hebben, wat hebben de mensen nou besteed in het park? Dat is ruim $624 miljoen. Dat is een 10% stijging ten opzichte van het vorige kwartaal. Ja. Het enige aparte is dat er minder bezoekers waren. Maar die minder bezoekers hebben dus wel meer uitgegeven. Dus ja, uiteindelijk gaat het daarom, denk ik. Ja. Dus ja, voor zover de Disney Park cijfers. Ja, ze mogen niet klagen, denk ik. Dat denk ik niet. Het volgende nieuwtje vind ik eigenlijk best jammer. De Disney dollar gaat verdwijnen. Ja. 14 mei is de laatste dag dat je ze kunt aanschaffen. Klopt. Ja, je hebt Disney dollars van $1, $5 of $10. En die kun je dus ook gewoon echt uitgeven in het park. Ze worden nog wel geaccepteerd, maar je kunt ze niet meer aanschaffen. Nee. Dus ik zou zeggen, als je ze hebt, bewaar ze. Want het wordt een collectors item nu. Ja. Was het al? Ja, want ik ken best wel mensen die ze gespaard hebben. Ja. En ja, ze waren ook echt wel heel leuk. Wij hebben ze zelf afgelopen jaar niet gehaald. Nee, maar, waarom eigenlijk niet? Ik heb er eigenlijk ook niet aan gedacht. Stom. Ja. Maar ja, nu kun je ze niet meer kopen. Dus ja, een hele grote kans dat ze over een tijdje best wat waard worden. Dus ja. Goed bewaren zou ik zeggen. De Disney Fast Passes is weer een nieuwe update. Dat is blijven veranderd. Ja, ja, ja. Sinds, even moet ik spieken. Sinds 18 mei, dat is de afgelopen week, is het zo dat je niet meer als Nederlander zijn om 6 uur 's morgens je bed uit hoeft om je fastpasses te reserveren. Dat kan nu pas vanaf 12 uur 's middags. Dus dat is van de ene kant fijn, want je hoeft niet heel vroeg je bed uit. Maar de meeste mensen zijn op hun werk om 12 uur 's middags. Ja, dus dat kan nog wel eens een probleem vormen. Waarom hebben ze dat gedaan? Dat was namelijk omdat het voorheen was het om 12 uur 's avonds Amerikaanse tijd dat je kon reserveren. Als mensen dan een probleem hadden, was er niemand van de technische helpdesk bereikbaar om ze te ondersteunen. Dus hebben ze dat nu verlaat. Maar nu ligt het ook gelijk met de tijd voor de restaurantreserveringen. Ik vind het ook wel duidelijk. Ja, het is ook wel heel duidelijk. Gewoon één lijn. Ja. Dus let erop, vanaf afgelopen week is het dus veranderd. 60 dagen van tevoren kun je dus je Fastpass reserveringen maken. En er zijn nog wat meer updates daarover, maar daarover straks meer. Nee. Stay tuned. Yeah. We hebben het al heel veel over gehad, maar de Disney Town Center en Disney Springs is open. Ja, eindelijk. Afgelopen week, 15 mei, is het geopend. Ja. En we hebben een filmpje gezien van de Tim Tracker. We zullen een linkje hieronder in de beschrijving zetten, maar het ziet er echt heel gaaf uit. Ja, het is echt super mooi. Dus ik kan niet wachten om daar zelf rond te gaan kijken. Nee, je hebt daar echt heel veel nieuwe winkels en eetgelegenheden. Het is een nieuwe garage hebben ze erbij geopend. De Lime Garage. Je had al de Orange Garage. Nu is de Lime erbij gekomen. Die komt echt uit in het Town Center dus. Er komt een beestje op, ja. Oké. Okay. Maar even. Zo.
Daai. Daai. En ja, het wordt wel echt heel, heel vet. Ja, nee, dus, ik had natuurlijk alleen nog maar tekeningen gezien en wat wazige foto's, maar echt heel mooi. Heel mooi. Het ziet er heel luxe uit. Waar ik bang voor was, dat het oude gedeelte van Disney Springs nu in het niet zou vallen naast het nieuwe gedeelte. Dat is niet zo. Nee, het gaat wel redelijk mooi aan elkaar over. Ja. Er komt ook een nieuwe bushalte, die dus bij de Town Center uitkomt. Alleen die is nog niet af. Die moet nog komen. Dus dat brengt ons meteen bij het volgende, want de Guest Relations, die is dus ook verhuisd. Die zat eerder dus in de Marketplace en die is nu verhuisd naar het Town Center. Guest Relations is de plek waar je eigenlijk al je informatie kunt krijgen over Disney Springs. Maar ook over Disney zelf. Je kunt daar je buttons halen, waar we het wel eens eerder over hebben gehad. En je kunt daar ook foto's laten maken. Ja. Wat we nog gaan doen. En ja, die is dus nu, die is nu verhuisd. Ik zit even heel diep na te denken waar dat dan zat, die marketplace. Hij zat bij World of Disney. In de buurt. Oké. Ja, we zijn daar niet geweest. Jawel. We hebben daar mijn button gehaald. Onze buttons hebben we daar gehaald. Hebben we die daar gehaald? Ik dacht dat we die in Magic Kingdom hadden gehaald. Nee, die hebben we daar gehaald. Oké. Okay. Ja. Dan weet ik het nu weer. Sorry. En hij zit tegenover de Deluxe Burger, wat dus een nieuwe plek is, en de Zara. En daar tegenover komt dus ook die nieuwe bushalte. Maar zoals ik zei, die moeten ze dus nog openen. Dus... Leuk trouwens dat er ook naar Zara komt. Ja. Benieuwd. Er komt daar van alles. Ja. Volgende. Ja, zoals eigenlijk altijd in september tot november, het Food & Wine Festival komt er weer aan. En wij zijn daar dan. Het festival duurt 62 dagen, van 14 september tot 14 november. Ja, dat is weer langer dan afgelopen jaar. Ja. Maar dus elk jaar verlengen ze dat weer. Ja, maar het is ook wel echt een succes. Ja. Als je al parktoegang hebt, is het verder gratis. Op een paar workshops na. Ik ben er vergeten te zetten voor de mensen die het niet weten. Food & Wine Festival is alleen in Epcot. Oh ja, sorry. Dus als je toegang hebt voor Epcot, dan kun je daar gewoon gratis gebruik van maken. Ja. Ja. Je hebt dan ook elke avond, hè, heb je daar concerten. Ja. Onder andere Wilson Phillips, Boyz II Men, Jeffrey Osborne. En dat gaat allemaal gebeuren in de American Garden Theater. En je weet waar dat is, toch? Is dat dat openlucht? Dat is tegenover de America Pavilion, waar de Voices of Liberty aan het zingen waren. Oh ja, ja, nou weet ik het weer. Ja. Het is tegenover waar ik dacht dat het zou zijn. Ja. Ja. Er komen ook allerlei bekende chefs. Ja, eigenlijk komt, ik weet niet wie van jullie Cakeboss kijkt op TLC, maar eigenlijk komt Buddy Valestro ook eigenlijk bijna ieder jaar wel. Is dat zo? Die is er bijna ieder jaar is die aanwezig daar. Oh, dat wil ik zien. Maar die is niet alle dagen, dat is natuurlijk maar een kleine periode, maar die is ieder jaar eigenlijk wel. Ja, dat zijn er bijna 3 weken. Ja, dus de kans is groot dat hij er is. Jee. Wat nieuw is, zijn een aantal workshops, de Mix It, Make It, Celebrated workshops van de bekende chefs dus. Wat kun je daar leren? Cocktails maken, taart decoreren of hoe je verschillende kruiden gebruikt. Ja. Nou, lijkt mij heel leuk taart decoreren. Ja. Dat is wel mijn ding. En dat zal Buddy dan waarschijnlijk gaan doen. Ja, en er zijn nogal wat meer grote namen die dat kunnen, maar ja, dat zou wel tof zijn. Maar dit is dus iets waar je wel voor bij moet. Daar betaal je wel voor bij. Ja. Ik weet niet hoeveel. Stond er nog niet bij. Maar goed. Het was nog niet bekend. Als we erachter komen, dan zullen we het melden. Ja. Er is ook nu een speurtalk met Remy van Ratatouille. Die was afgelopen jaar ook, maar die hebben we toen ook niet gedaan vanwege te weinig tijd. Oh. Je had overal in het park had je van die kleine Remy's staan en die moest je dus opzoeken. Is me echt niet opgevallen. Ik heb je er volgens mij nog één aangewezen. Maar... Ja, moet ik even bij zeggen, wij zijn 1 dag in Epcot geweest en dan zijn we echt doorheen gevlogen. Want we waren daar geloof ik om 11 uur. Zoiets. 12 uur. Zijn we gelijk alle fastpasses afgegaan en om 5 uur ging het park dicht, geloof ik. Dus ik heb Epcot een beetje... Een beetje snel gezien. Ja, ik heb het gezien, maar... Toch ook weer niet. Nee. Nee, dit jaar gaan we er wat meer tijd, de tijd voor nemen, want je kunt er zoveel doen en er is... Ja. En een leuke tip, als je Epcot echt helemaal wil zien, haal dan een paspoort.
Paspoort. Ja. Een paspoort. Ja. Je kunt in de souvenirwinkeltjes daar een soort paspoort kopen en dan kun je alle landen af. Ja. En bij elk land is een standje waar je dan een stempel kunt laten zetten en dan zetten ze iets leuks, een leuk weetje of dingetje over dat land in je paspoort. Ja, of in China zetten ze bijvoorbeeld je naam in het Chinees. Ja, dat is echt wel leuk. Ja. Maar wat ook leuk is voor de foodies onder ons, je kunt dus ook een paspoort halen waarbij bij elk steentje waar je langs gaat en wat te eten haalt, kun je dus een stempel laten zetten met bewijs dat je het hebt en dat je er bent geweest. Nou, dat is ook wel leuk. Dat bedoelde jij waarschijnlijk ook. Dat bedoelde ik ook, maar het zijn alle twee hele leuke paspoorten. Dus wat Sin zegt is ook zeker waar. En ook een hele goede tip. Ja. Disney's Hollywood Studios, die heeft ook een food update. Laten we eerst met wat minder nieuws aftrappen, wat ik persoonlijk wat minder vond. De Oasis Canteen, dat is de foodstand naast Indiana Jones Spectacular, die gaat stoppen met de funnel cakes. En als jullie onze Disney vlogs hebben gezien, dan heb je gezien ook hoe lekker die funnel cake eruit zag. En, ja. Als je het gezien hebt, vind je het ook erg. Ja, en dit is wel echt heel jammer. Dus nu de enige plek volgens mij waar je nu nog funnel cake kan krijgen is in de Magic Kingdom. Ja, maar gelukkig kunnen we hem nog krijgen. Ja. Wat ze nu wel gaan serveren zijn kipnuggets-achtige dingen. Chicken breasts, nog wat. En ik zag een Mickey brownie kun je er halen. Ook heel lekker. Maar de funnel cake, ja, ik vind het jammer dat het weg is. Ja. Ik vind het echt jammer. Want het was een hele goede, goed besteden snack credit. Je krijgt dan echt zo'n ding. Ja. Ja. Dat is niet normaal. We hebben daar met z'n drieën van gegeten. En toen hadden we eigenlijk nog moeite om hem helemaal op te krijgen. Klopt, klopt. Nu positieve nieuws. voor deze zomer komen er voorlopig dus drie nieuwe food kiosks bij. Moet ik heel even lezen hoor. Sliders to the Stars. Daar heb je allerlei barbecue sliders. Dat zijn eigenlijk kleine samples of broodjes. Hollywood Waffles of Fame. Nou ja, het zegt echt wel, je hebt daar wafels, maar dat een waffle sandwiches. Mm-hmm. Dus een waffle met wat hartig of zoet beleg erop. Ja, en je hebt er voor ook, de volgende even succes wensen. Ja, en je hebt daar ook belegde broodjes. En nu gaan we de moeilijke krijgen. Je hebt als derde de Bocados del Lago, Nachos y Empanadas. Huppakee. Nou ja, de naam zegt het eigenlijk al, dus eigenlijk weet je het al. Je hebt daar nachos en empanadas. Ja. Dus een Mexicaanse geïnspireerde plek om te eten. Vooral die empanadas, dat is wel iets heel populairs daar in Amerika. Amerikanen zijn er gek op. Wat moet ik me erbij voorstellen? Een empanada was, dacht ik, een soort of een gevuld broodje of een gevulde pannenkoekachtig iets. Okay. Ik zal een foto opzoeken en die hier of hier neerzetten. Dan kun je zien wat het is. Ja. Ja. Yes. Dus, op naar de volgende. Ja, dan mag ik weer. Onderhoud. Ja. Ja. Er moet onderhoud gebeuren in de parken. Ik ga beginnen met Dinosaur en Animal Kingdom. Die gaat 2 maanden dicht. Dat zullen heel veel mensen heel jammer vinden. Ja, want het is namelijk van 25 juli tot 30 september. Dus het is ook nog wel in het hoogseizoen. Ja. Ja. Wij mogen daar niet in met Jaden, maar nee. Het schijnt wel een hele toffe attractie te zijn. Maar goed, als wij er zijn is je weer open. Dan is je dus weer open. Als je dan gaat, geen enkel probleem, je kunt er gewoon in. Ja. De Swiss Family Treehouse in Magic Kingdom, die is van 6 juli tot 24 september dicht, ook 2 maanden. Wat kunnen we daar doen? Swiss Family Treehouse, dan kun je gewoon door de bomen lopen. Dat zit in Magic Kingdom in die grote rivier, water gebeuren. Dan kun je met een bootje naartoe en dan kun je daarover rondlopen. Er zijn eigenlijk heel weinig mensen die dat doen. Ja. Dan wordt het meestal gewoon langs heen gelopen. Ja. Ja. Mensen nemen niet de moeite om er helemaal naartoe te gaan. Ja, ergens kan ik het wel snappen. Er is zoveel te zien. Ja, is ook zo. Is ook zo. Het is maar 3 dagen, maar wel zonde als je niet kan zien. The One Man's Dream. Ja, waar ik verbaasd over was, want een tijd geleden, ik weet niet of je het nog kan herinneren, was er het gerucht, zou die gewoon helemaal dicht en weggaan. Maar hij gaat nu dus gewoon nog een keer onderhoud. Ik weet nog dat wij verbaasd waren dat hij nog open was. Toen wij er waren. Ja. 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 Maar goed, hij gaat dus 3 dagen dicht, van 16 tot en met 19 juli. Ja. Als je in Hollywood Studios bent, zeker gaan bezoeken. Het is echt de moeite waard. Leuk. Ja. En het neemt niet heel veel tijd in beslag. Nee. Je hoeft er niet te wachten. Nee. Dus heb je gewoon even een momentje niks. En het is lekkere airco. Ja, het was wel echt cool. Dus dat was wel zeker. Ja.
De Muppet Vision 3D. In Hollywood Studios, die gaat 7 dagen dicht. Van 15 tot 22 augustus. Ja. En de Liberty Square Riverboat, die gaat ook 7 dagen dicht. Van 1 tot 7 augustus. Ja, dus er gebeurt nog best wat in het hoogseizoen. Ja. Waar ik verbaasd over ben. Ik had eerder verwacht dat het allemaal in september zou plaatsvinden. Ja, nou is Dinosaur wel het enige echte grote ding waar mensen echt van zullen balen, denk ik. Maar... ja, de rest, het is toch allemaal jammer. Er zijn er genoeg mensen die van die boot houden, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Maar naast onderhoud zijn er ook de nodige openingen. Ja, en dat is eigenlijk wel het grootste nieuws. Ja. Frozen Ever After is eindelijk aangekondigd dat hij vanaf 21 juni in Epcot zijn deuren gaat openen. Eindelijk. Yeah. Gelijktijdig met de Royal Summer Hoes, dus de meet and greet met Anna en Elsa. Deze attractie die gaat al vanaf 9 uur 's morgens open in plaats van 11 uur in tegenstelling tot de andere World Showcase attracties. Dus ja, dat is allemaal echt super tof. De Fastpasses die gaan, kun je al maken vanaf 21 mei. Als ik mij niet vergis was dat gisteren. 21 mei was gisteren. Vrijdag was 20 mei. Morgen de 23e. Ja. 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 Dus je had gisteren al je Fastpasses. Ja. En dat niet gedaan heb, waarschijnlijk zit hij vol. Ja. Het volgende dingetje, wat dan weer minder ja, dat is. Minder. Het zit dus in dezelfde trap als Test Track en Soarin'. Dat betekent dus dat je een keuze moet maken tussen één van die drie attracties. Ja, je kunt niet, maar van de drie Fastpasses maar één uit die trap kiezen. Ja. Dus ja, we gaan zien hoe dat valt. Een bijkomend voordeel dan weer wel is dat betekent dat je een grotere kans hebt om een Fastpass te boeken voor ja, een van de andere. Ja, voor het Soarin' of Test Track. Helemaal nu Soarin' een derde zaal erbij krijgt. Dus... maar daarover zo meteen meer. Ja, maar goed, de Meet and Greet die heeft nog geen Fastpass voor zover bekend. Maar die gaat er denk ik wel komen. Maar ik ben bang ook in dezelfde trap. We gaan het zien. Ik hoop het niet, want ik wilde ze eigenlijk op mijn verjaardag allebei doen. Ja, maar ja, goed. Komt vast goed. Komt vast goed. Ja. En nog een aankondiging is A Star Wars A Galactic Spectacular in Hollywood Studios. Dat is de nieuwe Star Wars vuurwerkshow. Die komt er ook aan. Die zou, ik heb de datum vergeten, maar als ik mij niet vergis, zo uit mijn hoofd, zou die 17 juni er ook aankomen. Ja. Want er ging heel veel open op 17 juni. Allemaal de dag na Shanghai. Dus of dat, ik weet niet of dat verband houdt. Maar ja, er zijn ook heel veel mensen heel erg nieuwsgierig naar. Jungle Book Alive with Magic in Animal Kingdom, die gaat 28 mei open. Beginnen moet ik zeggen. Mm-hmm. Dat is ook wel bijna. Ja, die Jungle Book is dus eigenlijk even de vervanging voor Rivers of Light. Ja. Want Rivers of Light zou eigenlijk openen, maar die zou eigenlijk 22 mei openen. Is vertraagd, nu heb je Jungle Book. En zou vandaag openen. Ja, ja inderdaad. En Jungle Book, die, zegt het eigenlijk al, het is dus helemaal naar aanleiding van de film Jungle Book. En dan volgens mij niet de tekenfilm Jungle Book, maar de nu net in de bioscoop gekomen speelfilm. Ik heb wel wat foto's gezien. Het ziet er inderdaad heel gaaf uit. Dus daar ben ik benieuwd naar. Vanaf 21 mei zijn de Fastpasses gestart. En de dining packages bij Tusker House en bij Tiffins. Maar daar vertelt Cindy zo meteen meer over. De volgende is de Mickey's Royal Friendship Fair. De show waar we over vertelden in Magic Kingdom. Ja. Die gaat op 17 juni beginnen. Gisteren zijn de foto's naar buiten gekomen van het nieuwe podium. Waarom zeg ik het nieuwe podium? Het is geen nieuw podium, het is precies hetzelfde. Ze hebben alleen onderin wat dingen, wat je niet kunt zien, hebben ze veranderd voor de show. Dus dat was wel even een tegenvaller. We shall see. En Epcot Soarin' die was lange tijd gesloten, maar die gaat 27 mei gaat die weer open. Met die derde zaal waar we het daarnet over hadden. En? Het wordt een nieuwe versie. Vanaf 17 juni. Ja. Tot 16 juni is nog de oude Soarin' versie te zien. En vanaf de 17e gaat het dus over in de nieuwe. Moet ik eerlijk bekennen dat ik dus al filmpjes heb gezien van de nieuwe. Ja, maar ik vind het ook wel heel stom van jezelf dat je het hebt doorgekeken. Ja. Ik was namelijk een filmpje aan het kijken van een rondleiding in Shanghai. En daar kwam hij dus voorbij. En mijn nieuwsgierigheid, die nam het gewoon van mij over en ik keek hem gewoon af. Het ziet er wel heel vet uit. Maar
ik ben toch altijd van mening, je kunt het van tevoren wel zien, maar als je erin zit, is het toch anders. Nou, dat kun je niet. Je weet, ik weet nu ook niet meer helemaal precies wat de volgorde is, dus ik ga het nu ook niet vaak kijken, maar ik heb er wel een stukje gezien. Het ziet er wel vet uit. Nu mag jij met die dining package. Net al even over die, Die Jungle Book Alive in Magic Dining Package. Ja. Dat is ook weer een mondvol. En dit is Cars of Tiffins, zoals jij net al vertelde. Ja, je kunt daar dus een dining package boeken voor ontbijt, het lunch of het diner. Mm-hmm. En het start telkens 2,5 uur voor de show. Ja, je kunt het boeken tot maximaal 2,5 uur voor de show. Want je hebt Jungle Book, die is dus inavond. Ja, minstens 2,5 uur voor de show. Sorry, ik lees niet goed. Ja. Ja, de prijzen zijn dan ook wel belangrijk om te weten. Bij Tusker House, ja, dat is een buffetrestaurant. De ontbijtbuffet is $37. En als je tussen de 3 en de 9 jaar bent, is het $23. Hm. Voor de lunch en diner betaal je $49 of $30. Ja. Dat is exclusief belasting en fooi. En het kan ook voor één dining plan credit. Ja. Wil je naar Tiffins? Voorgerecht, een hoofdgerecht, een dessert en een non-alcoholisch drankje. Mondvol. Ja, dan betaal je $67. Ja. En $32 tussen 3 en 9 jaar. En ook dit is weer exclusief belasting en fooi. En het kost je 2 table service credits. Ja, waarom? Het is een... hoe noemen ze dat ook weer? Een signature dining plek. Dus het is echt luxe eten. En daarom 2 table service credits. Ja. Ja. En je kunt reserveringen maken tot 5 september. Dus het lijkt er dan op dat vanaf 5 september dan toch weer zo'n flight gaat starten. Ja, want ook de tijden voor Animal Kingdom zijn tot 5 september aangepast. Na 11 uur 's avonds. Daarna is het dus weer tot 5 uur. Maar ja, ik denk dat Rivers of Light het dan wel gaat overnemen. Nou ja, navolging op wat Cindy heeft net even verteld. Het menu van Tiffins, dus die signature dining plek, is nu ook online beschikbaar. Tiffins gaat 27 mei open in Animal Kingdom. Voor voorgerechten moet je ongeveer denken in een prijs tussen de $11 en $16. Het hoofdgerecht tussen de $29 en $53. En voor een dessert tussen de $9 en $12. Nu moet ik zelf zeggen dat ik het, ja, zoals ik het nu lees, voor de voorgerechten en voor de nagerechten vind ik de prijs nog wel redelijk meevallen. Ja, hoofdgerecht. Hoofdgerecht is wel duur. Maar ja, het is dan ook, zoals Disney het uitlegt, is het meer een 5-sterren restaurant. Ja. Dus als je het land daarvan bekijkt, valt het ook wel weer mee. Ja. Maar goed, het is niet goedkoop. Nee. Maar ik mag het laatste nieuwtje doen. Ja. Chip en Dale go to space. Ja. Klinkt heel spannend. Chip en Dale die stonden nu altijd in Frontierland. Ja, ik zie de foto hiernaast. Een hele leuke foto met jou. En ze gaan verhuizen naar Tomorrowland. Ja. Bij de Rocket Tower Plaza State komen ze te staan. En Woody en Jessie die gaan dan naar de plek van Chip en Dale in plaats van bij de Splash Mountain. Ja, Splash Mountain blijft nu ook leeg. Daar komt niks anders. Maar die blijft leeg, ja. Oké. Het is wel nog een test. Dus als het niet bevalt, dan zijn ze waarschijnlijk binnen no time weer. Zijn ze gewoon weer terug op een oude plek. Ja. Ik ben heel benieuwd naar de pakjes. Ik ook. De Rocket Tower Plaza steeds. Ik zou niet weten waar dat is. Nee. Is dat nou echt dat podium waar normaal die DJ staat? Dat lijkt mij niet, want daar is altijd wel iets te doen. Ja. Of zou dat die plek zijn waar Buzz Lightyear staat? Maar ja, dat lijkt me dan ook weer niet. Ik heb nergens niks gelezen of gehoord dat Buzz weggaat. Nee. Maar die staat ook niet de hele dag. Nee. Maar goed, ja. Ik ga het even uitzoeken waar dat is, die Rocket Tower Plaza steeds. Ik weet het niet. Maar goed, dat was hem alweer. Dit was hem voor deze week. Volgens mij is het best een aardige... Het is best een lange, heel even spieken. 24 minuten verder. Dus ja. Hij is eigenlijk nog voller dan vorige week. Respect voor iedereen die nu nog kijkt. Ja. Duimpje omhoog. Maar ja, dit was het inderdaad voor deze week. Ja. Ik vond het wel hele leuke nieuwtjes. Ja, eindelijk weer... Ja, er waren eigenlijk nog meer nieuwtjes, maar ik heb nu even echt puur gekeken van... Ja, wat is er nou allemaal, wat is nu het meest interessant? Ja. Ik ben nu wel heel erg benieuwd wat we over 2 weken kunnen melden, want dan komt er dus nog meer nieuws. Ja, dan zal ook weer meer duidelijk worden over deze nieuwtjes waarschijnlijk. Ja, ja. Maar ik vond het leuk.
Ja. Ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. Dus geef een duimpje omhoog als je het leuk vond. En abonneer je op ons kanaal als je de update van over 2 weken niet wil missen. En alle andere leuke filmpjes. Want we hebben nu ook best wel weer een leuk weekend gehad. Ja. Onverwacht. Onverwachts, ja. Want we zitten er nog steeds. En dan zien we jullie graag volgende week weer terug voor een planning video. We weten nog steeds niet wat het gaat worden. Nee, misschien ook nog vliegtickets. Ja, misschien wel. We gaan even kijken. Over, misschien over de verschillende vormen van vliegen wel. Ja. Zie jullie volgende week. En dus tot volgende week. Doei doei. Wij gaan lekker eten.